Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn op weg naar Van de Valk. Mijn moeder is van de week jarig. En ik ga beter doorrijden. En dat gaan we daar vieren. We gaan lekker brunchen. Of lunchen. Lunchen, geloof ik. En ja, neem jullie mee deze week. Kijk, gezellig met z'n allen. En met het zweet op mijn naad, boodschappen gedaan op de fiets. Wilco's milkshake en wij gaan lekker even een ijsje eten als toetje. Ja, als je toch boodschappen doet. Het is jou een beetje bijvoeren, hè? En jij wil alles lekker. Lekker. Oh, zit je op me te knoeien? Zit je lekker om me te knoeien? Ja, zo en hop. Lekker. Dat is mijn ketting. Dus ik kan een ketting niet. Heerlijk avondje schommelen in de hangstoel, wat echt heel fijn is voor mijn rug. Het is voor mij nu echt te heet om in de jacuzzi te gaan. Is dit wel heel erg fijn, omdat er dan geen druk op mijn rug staat. Maar ik vind het mooi geweest. Ik ga naar bed. Wat rust en tot morgen. Het is zondag, 31 graden. En ik heb even mini boodschappen gehaald. Ik ben alleen, Wilco is aan het werk. Dus ik ga eventjes. Vanavond heb ik een vers pizzaatje gehaald, lekker. En wat drinken. En ik moest nog diarreepillen voor Max halen, dus die heb ik gehaald. Verder ga ik heerlijk straks even douchen, haren wassen, afkoelen. Lekker in de tuin zitten. Morgen wordt eindelijk mijn haar geverfd. Dat ging vorige keer niet door omdat ze ziek was. Dus nu kom ik eindelijk weer naar Patrice, daar ben ik heel blij mee. En dan 's middags gaan we met Max naar de dierenarts. En daar ben ik minder blij mee, want... Ja, hij is zo gigantisch aan de diarree weer. Het is niet normaal. Ja, dat beestje is gewoon hartstikke ziek. Alleen hij is zo vrolijk en dat maakt het zo moeilijk. Hè? Je bent blij, hè? Hij komt ook steeds naar me toe gehuppeld. Zo blij, hè? Jij bent altijd blij, hè? Dus dat wordt een moeilijke. Nou ja, we gaan het zien. Voor nu even nog een genietdagje in de tuin. En ik sta voor de verandering weer kip te maken en pompoen te koken voor Maxie. Het is maandag en we zitten een beetje aan het hikken tegen de dierenarts zometeen wat we te horen krijgen. Dus we zijn een beetje samen even aan het voorbespreken van wat nou als we wat horen. En dus dat is niet echt leuk. Ja, wat wel leuk is, Wilco heeft heerlijke kaneelstokken meegenomen. Hier ga ik lekker eten met mijn luisterboek en ik ga zo meteen alvast even koken. Want we eten vanavond lasagne en als ik dan uit bed kom en het dan nog allemaal moet gaan doen, dan is het weer gelijk 3 kwartier later. Dus ik ga heel even een boekje lezen, luisteren en dan lasagne maken. En dan dierenarts. Die slaapt even bij na een nachtje werk. Die ligt bij mij omdat ik lasagne aan het maken ben. He? Ben je altijd bij me? Even kijken. Gehakt, hartpanning, kip gehakt en groenten. Bam. Die heeft ook zo'n hekel aan koken als het zo warm is. En mijn geraspte kaas is bijna op. Dus ik doe gewoon plakken. In mijn theepotding. Ideaal. Dan gaan we zo even pruttelen. En dan gaat het de schaal in. Zo, het is tijd om naar de dierenarts te gaan. Dus ik heb hem aangelijnd. En dan gaan we met de auto. En dan... En we zijn er bijna. En we zijn weer thuis. Die stond al te wachten voor de deur. Is je broer daar? Hé, hey, is je broer er weer? Ja? Zal ik je... En dat lag grappig is altijd als we terugkomen. Gaat hij hem helemaal afsnuffelen. Ja. Oh ja, eerst nog even ons kijken. Hallo schat. Ga maar kijken bij je broer. Snuffel,
was mijn persoon. We zijn terug van de dierenarts. Ik ben even buiten gezeten. Maar ik ga nu liggen en ik zal jullie vanavond even bijpraten. Hij is er in ieder geval. Hij ligt daar buiten bij te komen. Lekker handig. Ja, ik had hem niet aangezet, maar ik stond wel te filmen. Ik ben vergeten te filmen en het was lekker blijkbaar. Dus opruimen en aan een toetje. Het eten was lekker en ik heb voor het allereerst in deze zomer weer de kaarsjes aan. Want het begint al vroeger donker te worden. Ik heb ook de LED-verlichting gezellig aan. Want ik ga nog even hier vlogjes kijken. Dan heb ik wat verlichting. Ik heb hem ook daarachter geplakt toen. Ik ben nog steeds heel blij mee. Voordat ik naar bed ga, ga ik nog even mijn pillendoos vullen. Want die is helemaal leeg. En weer vol. Ik ga hem lekker knuffelen en dan gaan we naar bed. Nog even met dit geweldige ding de vloer helemaal gedweld. Het is echt in 5 minuten klaar met deze nieuwe vloer. Met hem geknuffeld en naar bed. Goedemorgen, het is donderdagochtend. Ik had hier beloofd van Max te vertellen, ben ik compleet vergeten. Ga ik vandaag nog even doen. Maar we gaan nu even samen naar Stadsarts op de Meer. Naar de Primark. Ik wilde even wat dingen gaan kijken voor de vakantie, want die komt er over 2 weken al aan. En ja, we hebben zo'n vakantielijstje om te volgen. Oh, ben Wilco kwijt. Die liep achter me, nu niet meer. En we hebben even een tussenstop. En het was heel grappig. Ik weet niet of je het jongetje hebt gehoord bij de Primark toen ik aan het vloggen was. Maar die mevrouw, je moet een sticker plakken, riep hij. Toen vroeg ik, wat bedoel je? Echte vloggers die plakken stickers. Zodat iedereen het team mag niet, zegt iemand, moet je wel doen. Dat is ook wel heel grappig. Dat was zo schattig. Een klein mannetje van een jaar of 8 of zo. Dus nee, ik heb geen sticker geplakt. En nog even terug naar de Primark, want ik ben wat vergeten. Deze zijn ideaal voor de reis straks, die paar dagen. Even de foto's invoegen van de telefoon. En hij is er weer uit. Dondersteen. Ik zal morgen even filmen wat we allemaal gescoord hebben in Zoetermeer. Want het is een tas vol. Daar heb ik vandaag even geen zin in. Maar voordat ik ga slapen, sta ik nog even likmatten te maken voor de jongens. Met pindakaas. Want het gaat natuurlijk vriezen, want het worden weer warme dagen. En deze kan ik dan zo tegen het keukenkastje plakken. En dan kunnen ze het daar aflikken. En dan hebben ze een koude afleiding, versnapering, treat. Die heb ik via Shein. Dus ik ben benieuwd. Ik ga ze eens even uitproberen deze dagen. Anders gaan ze mee naar Portugal. Zo, nog een paar van hun snoepjes ertussen. En dan gaan ze in de vriezer. Oh, en hier is iemand al heel nieuwsgierig. Ruikt dat lekker? Lekker hè, pindakaas. Ja, is goed voor jullie hè. Ja, hoe doe ik dit in mijn volle vriezer? Zonder dat het overal aanplakt. Ik denk maar allebei met de natte kant zo eraan vast. En dan hoop ik dat het niet aan bakpapier gaat plakken. Hopen dat het lukt. Wij gaan slapen. Dus wel rusten. En tot morgen. Die likt helemaal vast lekker af. Want ik heb net geschoren en ingesmeerd. Strak weer gelijk af. Ik heb mijn make-up eraf gehaald, dus ik kan zo lekker mijn bedje in. Goedemorgen, het is vrijdagmorgen en we gaan beginnen met de honden uitlaten. Is het allemaal klaar? Gaan we plassen? Ja, hé. Ik zal even laten zien wat we gisteren gekocht hebben. Ik heb een 3-pak toiletwas gekocht. Die vinden we heel handig om die 2 kleinste te gebruiken als we die 5 dagen op reis zijn voordat we in Portugal zijn. Want we hebben dan altijd 1 reistas die we standaard mee de Airbnb innemen. En daar hebben we allebei ons toilettasje in zitten met reisproductjes. En dan kan je gelijk zien wat erin zit. Dat is heel fijn. Ik heb een grote gekocht. Oh, die waren trouwens 6 euro. 6 euro voor 3. Ik heb een grote gekocht. Die is 9 euro. En daar hoop ik mijn medicijnen in te kunnen doen. Ik zal even laten zien. Ik heb namelijk voor 3 maanden medicatie meegekregen. Dus een maand hier nu en dan blijft er nog 2 maanden over. Ik hoop dat het gaat passen. Nou, dan heb ik het in ieder geval overzichtelijk. Eventueel heb ik misschien de grote nog over en dan kan ik het daarin doen. Want ik heb natuurlijk heel veel medicijnen wat ik mee moet nemen. Ook gewoon daarheen. Nou, we hebben even bij de Primark een sportbroekje gekocht. 5 euro.
En ook een sportshirt. Ook 5 euro. Die sport natuurlijk heel vaak. Die padelt denk ik 3 keer per week of zo. Dus dan is het wel heel handig. Ik heb een zo lang hemdje gekocht. Dat heb ik nu ook als onderjurkje aan. Dus dat vind ik heel fijn om onderjurkjes te doen. Vooral omdat het katoen is en dan zweet dat niet zo, zeg maar. Oh, er komt een hond hier bij kijken. Ik heb verder nog een pyjama gekocht. Het is een set. En dat is van dat... hoe heet het ook weer? New Jersey. Viscose. Dus dat is van een hele zachte katoen. Dat vind ik ook heel fijn. Ik slaap niet in pyjama's. Maar ik vind het wel fijn om bijvoorbeeld 's avonds mijn kleren uit te gooien. En dan even zoiets aan te doen voordat ik naar bed ga. En dan trek ik het met de bed gaan weer uit. Verder bij de Zeeman Wilco Adidas shirts gehaald. Die zijn er echt heel goedkoop. We waren voor 2 shirts 23 euro kwijt. Dus ja, dat is niet duur. Oh ja, hier, deze is 11,99. En deze is ook 11,99. Ook bij de Primark heeft hij ook nog slippers gekocht. Die zie ik nu. Wat kosten de slippers? Ook niet zoveel, 7 euro dacht ik. Ja, 7 euro. Primark heb ik nog klemmen gekocht. Ik heb er al eentje afgehaald. Die heb ik al in het bakje bij de deur gelegd. 2 euro voor 6 klemmen. Toen liepen we naar de Rituals. Ik had nog een cadeauban. Ik heb slaapspray gekocht. Die gaat mee naar Portugal. Die was geloof ik 20 euro. Die is echt heel erg duur geworden. Toen zijn we naar het Kruidvat gegaan. Heb ik scheermesjes gekocht, wegmerk om mee te nemen. Neusspray. En daar hadden ze deze in de aanbieding. Dat is van dat spul waar je limonade mee maakt. Hier heb ik er 5 van meegenomen om mee naar Portugal te nemen. Want daar kennen ze het idee limonade, aanmaaklimonade niet. En ik vind water drinken echt niet fijn. En ik merk dat ik als ik gewoon water moet drinken, dat ik te weinig drink. Maar als ik dit erin doe, gaat het prima. Dus heb ik er 5 van gekocht. Ik heb aardappel gekocht. Een heel doosje gaat mee. Wilco heeft nog scheermesjes voor op zijn houdertje gekocht. En we hebben, even kijken, 3 rijsttandpastaatjes meegenomen voor onderweg als we in de Airbnb zitten. Nou, dat is eigenlijk wat we allemaal gekocht hebben. Kijk, deze schat ligt heerlijk in het zonnetje. Hij is nog zo ziek. Maar hij ligt zo te genieten en hij is zo vrolijk. Hé, mannetje? Ja. En die ander, die ligt dus al, het is nu bijna 3 uur, ligt dus al vanaf 2:30, 2:45 ligt hij al op bed. In de mand boven. Ze liggen nog steeds op bed. Hé, hey, ik kom zo bij jou. Hè? Even wat drinken, even zitten en dan gaan we samen slapen. En dan sta ik nog wat water te pakken. En dan zie ik dit. Nou, daar sta ik mijn plaats graag voor af. Kleine jongen loopt te piepen dat hij met me naar bed wil. Dus ik ga eventjes de beelden van deze camera naar de iPad zetten. Die heb ik gelukkig opgeladen. En dan kan ik vanavond even editen nog. Dus dat ga ik even doen, zodat deze lekker kan gaan rusten. En ik natuurlijk ook, want dat doe ik elke dag 's middags. Die is gigantisch aan het mekkeren, dus ik dacht, oh wacht, ik heb dit nog in de vriezer gedaan gisteren. Dus die gaan we eens even uitproberen. Kijk eens, Oepie. Kijk Max. Max snapt het. Het is avond. Ik heb net de jongens nog een keer uitgelaten. Ik ben nog bezig met mijn vlog, maar die ga ik in bed afmaken. We kwamen de dierenarts tegen met uitlaten. En die gaf aan dat hij eigenlijk wel veel verbetering had verwacht van een prednison. En dat het dus niet is. Dus ja, die hoop is eigenlijk een beetje weg. Ik geef het nog wel die week, want het zou 8 dagen duren, zeg maar, die prik. Voor wat verbetering ga zien.
Maar ja, dat gaan jullie in de volgende vlog zien. Ik weet het ook niet. Dus in ieder geval dankjewel voor het kijken. En tot volgende week. Doei!